Oké, ik wil het maar heel even over een pomp en Marcus hebben. Dit is eigenlijk waar Pam al mee begon, wat ik al eerder een keer verteld heb. Net zoals met MacFat is het eigenlijk het leukste als iedereen dan ook met pompmarken speelt. Wat is een pompmarken eigenlijk? Het is eigenlijk zo simpel als gewoon, het lijkt een beetje op een shotgun dat betreft. Je moet hem een keer naar achteren pompen. Daarmee span je de actie en dan kan er ook een paintball invallen. En vervolgens zoom je naar voren toe en kan je schieten. Er zijn daar verschillende modellen van. Sommige dit is dan net een pistooltje en past dan ook een CO2 in als lucht. Dus dat is ook letterlijk, dit is het ding. Er zit geen luchttank aan, geen slang of iets. Dan heb je ook modellen wat meer dit heeft. Daar heb je een paar merken van. Sommige hebben een hogere reputatie dan de andere. Maar dan kan je bijvoorbeeld een luchttankje direct op de achterkant zetten. Dan kan je bijvoorbeeld zo'n kapje als dit erop zetten. Dan heb je je kolf en dan doe je ook gewoon pompen en dan kan je schieten. Sommigen zetten daarop zo'n buisje, ongeveer als dit, ik kan even niet meer de goede vinden. Maar dat zet er echt maar 10 balletjes in en dan kan je hem soms vanaf boven met een ander plastic buisje, wat een beetje lijkt op een pot, alleen dan passen maar 10 balletjes in, bijvullen. Sommigen gebruiken, en dat is eigenlijk dit een onderdeel van, dat het werkt met een veer in plaats van zwaartekracht. Dus dan zet je deze veer naar achteren. Je doet die paint in. Maar dan doe je zeg maar die veer naar achteren toe. En dan kan je zeg maar vanaf deze kant eventjes met zwaartekracht zo alle paint erin laten vallen. Je doet dat deurtje weer dicht. En dan laat je de veer naar voren gaan. En dan voert hij zeg maar net als een magazijn alle paint aan. Voordeel van zoiets is bijvoorbeeld dat het dan wat meer low profile is. Je ziet het niet zo erg allemaal uitsteken als dit. Allemaal zelfs een klein buisje. Je ziet het toch bijna niet op. Dus het is wel ietsje sneller als je gewoon zo eentje hebt. Het is alleen zwaartekrachtgevoelig. Dus als je bepaalde bewegingen maakt, zie je het misschien niet meer zo goed wat je doet. Ook kan je hier een plastic, laten we zo'n elleboog heet dat, adapter voor een feedneck opzetten. Dus dan kan je er gewoon een hopper op zetten. Daar heb je van die kleine hoppertjes van 50 rounds en je hebt natuurlijk 100 rounds en 200 rounds wat je gebruikelijk ziet. Het is een beetje de vraag hoeveel wil je schieten. Meestal als ze mijn pomp doen willen ze eigenlijk liever zo'n klein hoppertje hebben. Alleen soms dan heb ik al gemerkt het feed niet zo lekker. Het valt niet zo lekker naar beneden toe. Dus daarom zijn er ook mensen die dan toch een elektro hopper opzetten. Waar je denkt van dit ding schiet niet zo snel. Wat ook nog een ding is, binnen pompguns heb je ook de term autotrigger of slamfire. Dat wil zeggen, je kan schieten door hem zo naar achter te doen en naar voren te trekken. En dan pas de trekhaak over te halen. Maar wat ook kan is, met sommige modellen is, net als deze, de trekhaak naar achter houden. En elke keer als je hem dus nou naar voren doet, dan schiet je. Wat dit doet theoretisch gezien, en eigenlijk ook in de praktijk ook wel, het schiet sneller. Het is alleen om dit te doen zonder dat jij de loop weg maar wegtrekt of iets. Al is minimaal, doe nou even overdreven. Is natuurlijk groter als wanneer je gewoon zo doet. Dan naar voren toe en dan schiet wanneer jij vindt dat het op positie is. Maar zonder een moment is het natuurlijk wel lekker dat je zo toch snel kan schieten zeg maar. Het is een hele basic pompgun en dat ene pistool is ook net liet zien ook. Er zit geen regulator op, dus het is niet per se super accurater dan een semi-automaat of iets. Het is meer de stijl waarvoor je het doet. Deze is wel lekker compact en klein, dus dat is wel even als een charmes. Maar als je gaat voor meer precisie en zo. Dat je zegt dan, nou daarom is het ook echt de moeite misschien om toch te spelen op een normaal veld. Dan heb je zeg maar modellen die lijken op dit. Die lijken dus heel erg op een Super, want daar komt de Super ook vanaf. Toen waren het nog pompguns en had je onder een pomphendel zitten. Dus die moest je nog steeds pompen. En dan kan je per keer schieten zeg maar. En later evolueerde dat eigenlijk over naar dit soort markers. Toen werd het gewoon een semi-automaat met een rare blokken voor, heet een autokokker. En toen werd het ineens elektromarkers en toen heb je op een gegeven moment dit, zeg maar, het werd steeds sneller. Maar deze, het voordeel van is, als je dus al een Super R gewend bent, is dit wel een beetje dezelfde manier van vasthouden, dat is op zich wel lekker.
is het nou per se compacter als dit? Ik denk het toch eigenlijk nog wel, maar het is natuurlijk een heel ander ding. Deze is veel lager en veel lichter dan dit. En dan rijden er nog. Die kan natuurlijk net zo goed een kleine hopper opzetten of een elektrohopper. Sommige modellen van deze hebben dus die autotrigger functie en sommige modellen niet. Ik geloof niet dat alle modellen het hebben die dit soort ontwerp hebben. Maar deze hebben wel een regulator, net als dat je bij een CPR hebt. Daar kan ik gelijk mee de snelheid makkelijk mee afstellen. Niet dat deze kan ook wel. Sommige modellen kun je daar snelheid afstellen, sommige niet. Dus dat is ook lastig. Dan moet je weer veren aan vervangen om af te stellen. Maar met deze wil ik zeggen, deze ziet er heel constant. Nog een punt dat ik toch wel wil zeggen over pompguns. Theoretisch gezien kunnen ze hele gevoelige paint schieten. Maar het ligt eraan, zelfs zeg maar deze. Maar het ligt er heel erg aan, doe jij dit rustig. Want als jij dit heel ruw doet en super snel, te snel voordat de paint naar beneden valt. Dan heb ik even met deze wel een paar keer gehad dat ik echt gewoon voor elkaar kreeg dat een bal zo, het vel van dat balletje zo knel zit tussen de bolt en de, zeg maar, de body van de marker, dat het gewoon helemaal vast zat. Dat ik hem echt helemaal vooruit de kamer moest aan. Er zit hier heel weinig onderdelen in. Maar dat ik hem echt uit de kamer moest aan, want ik kreeg het niet meer losgeslaan, zeg maar. En kijk, dat kan je met een normale marker niet voor elkaar krijgen. Want jij hebt natuurlijk met je arm veel meer kracht als dat een veertje doet in zo'n marker. Dat zijn vrij lichte veertjes relatief gesproken. Dus jij, als jij wil, kan je met... En dan was het ook zo'n geval dat ik dus dit zat te doen. En dan ga je heel ruw doen. Ruwer dan eigenlijk hoeft. En dan gaat het gewoon fout. Als je niet oppast. Als je een hopper hebt die niet goed fiets, zeg maar. Dus... Het is een beetje van, ja, kijk, als je heel gewoon voorzichtig en bedachtzaam doet en je zegt het is koud weer, iedereen last van zijn paint die breekt. Nou, ik heb die pompgun bij, ik ga gewoon wat rustiger aan dit doen. Dus wat langzaam, ik geef hem wat tijd om naar achteren te vallen, het balletje te laten vallen, omdat ik naar achteren dan naar voren toe, gewoon rustig. Ja, dan is het prima, dan kan je dat gewoon doen. Dan zal het wel zijn misschien dat deze sowieso wat zachter schiet tegen een balletje aan dan deze dat kan. Dit kan misschien nog vrij agressief zijn met hoe die zijn lucht blaast. Daar zit wel verschil in met marker per marker. Ook als je voor deze modellen gaat, pas heel erg op dat je dit echt altijd checkt of het goed vast zit. Die twee schroeven die je hier ziet. Want als die los trillen, dan zit de handvat los. Je hebt eigenlijk niks meer aan je marker. En dit zijn hele specifieke schroeven. Dus let daar wel goed op. Dat ze goed vastzitten. Oh ja, nou, ik heb het niet uitgelegd dit keer. Dit is een buffer tube. Zodat je er gewoon normale AR-kolf op kan zetten. Maar dan kan je er zeg maar hier een remote line in zetten. Dus dit wil zeggen, dit is hol van binnen. En dan gaat er dus lucht zo op je marker in. Dus dat is ook een optie. Als je zegt, van het moet wat compacter zijn. Normaal gesproken bij deze zit er een stukje rails op. Daar heb ik toen de tijd afgehaald omdat ik daar toch niks mee deed. En ik vind hem dan is hij weer net ietsje aerodynamisch, zeg maar. Minder dat het uitsteekt. Oh ja, en een nadeel ook wel van dit model is, als je echt de ouderwets hebt, want dit is een ouderwets model met zo'n rare elleboog feedneck clamp is. Als jij dan je hop open doet. Hier zit een scharnierpunt eigenlijk, omdat je gewoon op een ronde buis geklemd zit. En bovenop in dat plastic is een scharnierpunt. Normaal met een moderne feedneck, waar dan zo'n hendeltje op zit die je dicht en open kan klikken, zodat je extra aanduwt. Kijk, daar zit je hopper gewoon goed vast. Die gaat niet op een gegeven moment draaien en zo. Of je moet hem echt los hebben zitten. Met die, dat is vaak met een draaiwieltje. En soms heb je pech dat het echt gewoon een vast stuk plastic is. En dan is het echt heel moeilijk iets mee te doen. Maar dat is toch altijd net wat moeilijker om echt super strak te hebben zitten. Leer ook een beetje aan het plastic wat ze erbij gebruiken. Dus wat ik ermee wil zeggen is, soms wil je dit open doen. En gaat of de hoppen draaien. Of je doet dit. Want dan gaat hij op dit stukje draaien. Dus dat is een beetje het nadeel aan dat soort type. Dan heb je ook een later model. En ik heb hem wel, maar hij is heel lang op voetsie. Ik weet niet waar hij naartoe is. Maar dat is van Empire. Dat is eigenlijk een
een herproductie ervan. En dan zit er ook echt een Picatinny rails op. En die monteert hem ook echt op dat stuk. En er zit dan ook een fatsoenlijke clamping feedneck op. Hou er ook rekening mee als je voor oude pompguns gaat. Bijvoorbeeld dit model heeft zijn eigen schroefdraad. En dan heb ik het over de loop. Dus als je deze loop te groot vindt, qua hoe die van binnen is, je kan er eigenlijk niet echt veel aan doen. Er zijn wel mensen die ze modden erop een leef te zetten, dan een freak insert in te zetten en dat soort dingetjes. En het kan allemaal wel, maar je kan deze loop dus nooit uitwissen. Dus mocht wat gebeuren met die loop, dan heb je een beetje pech, want die wordt ook niet meer gemaakt en dat soort dingetjes. En dat is dus ook een voordeel aan die van Empire. Hij is wel minder mooi gepolished van binnen, dus de onderdelen zijn minder mooi als deze. Die moet je eigenlijk misschien wel hand een beetje opschuren, dat ze mooi met een hoger schuurpapier, dat ze mooi glossy zijn, dat mooi soepel beweegt. Maar de schroefdraad is wel hetzelfde als van Sub Air Mark. Zo, het is heel makkelijk om andere lopen erop te zetten en dan de loop aan te passen. Bijvoorbeeld met deze. Ik hoop dat ik het goed zeg. Sheridan markers. Je hebt daar pistooltjes van. En je hebt daar ook langere dingen van. Die hebben gewoon letterlijk een vaste loop. Dus gewoon deel van de marker body. Dus ja, pech al gehad als het niet goed is. Als de paint te klein is ofzo. Met deze trouwens werkt met een kap hierachter. En dan doe je dus zo'n teenruimtype erop. En dan vallen die balletjes erin. Dan doe je de kapje er weer op. En dat is dus ook iets wat ik nog wel vertel is. Met dit soort type is, omdat het puur zwaartekracht is, is de bedoeling dat je elke keer de loop omhoog houdt. En als je hem dan pompt, dan kan dat balletje erin vallen. Als je hem nou zeg maar zo zou blijven houden en er zitten nog maar 3 ballen in, die komen nooit hier natuurlijk. Want ja, de zwaartekracht duwt ze naar beneden toe. Dus dan moet je ook een speelstel aanwenden dat je dus zo pompt. En daarmee gezegd, met pompguns, er zijn een paar uitzonderingen bij, maar niet veel. Dat je eigenlijk daarna toch dit wil doen. Want normaal gesproken bij een paintball marker zit er een detent in. Dus dat is een soort vingertje. Dat kan een recht vingertje zijn of een gekromme. Die zorgt dat de bal niet door kan rollen in de loop. Dus dat je de loop uit kan rollen. Maar bij een pompgun heb je een... De meeste paintball markers zijn open bolt. Dus de bolt staat altijd naar achteren toe. Totdat je gaat vuren. Maar bij een pompgun gaat hij al naar voren toe door jouzelf. En als je gaat schieten, dan komt alleen de lucht eraan. De rest is al stil. Er is geen beweging in de loop verder van de bewegende onderdelen. Maar het nadeel ervan is dat dus de bal eigenlijk al in de loop zit. Dus als de loop ruim is, kan hij dus ook gewoon al naar voren rollen. Naar voren rollen, kan hij zien al hier zitten als je gaat schieten, als jij hem allemaal zo houdt. En een ander lullig geval wat je wel mee gaat meemaken is dat je er al gewoon even uitrolt. Dus je schiet met niks op dat moment. Dus haha, en dan schiet je gewoon lucht. En dat zijn wel dingen die je mee gaat maken. Dat is waarom het bijvoorbeeld wel handig is aan dit soort type markers. Die werken met autokokkerdraad. En dan kan je dus ook een freak kit opzetten. Of gewoon andere lopen. Deze loop bestaat uit 2 onderdelen. Je hebt een voorstuk en een achterstuk. De achterstuk kan je dus dan bepalen hoe strak die van binnen is, zeg maar. Wat een free kit ook doet. Maar free kits zijn gewoon buisjes. Je kan gewoon een setje buisjes kopen en die kan je dus daarin glijden, zeg maar. Kijk, dit zijn dus van die free kit buisjes. Ze hebben allerlei kleurtjes en er staan ook getallen op. Ik zal er even 1 uithalen. Er staan getallen op en dat bepaalt gewoon puur hoe strak die van binnen is. Dus als je hele kleine paint schiet, dan wil je een strakkere versie hebben, zodat die mooi op die loop aanpast. Wat je daarmee dus ook kan doen is met een pompgun is, als je hem daar dus inschuift in die loop. Dan moet je een speciale loop verkopen die dus ook voor freak kits zijn. Die stop je daar dan in en dan zit die bal lekker strak in die loop. Dus dan wil je ook niet eruit rollen. En dat is het voordeel als je dus lopen kan uitwisselen. En dat is dus het nadeel van zo één. Dat is een ouderwetse. Met zijn eigen schroefdraad waar nooit zulke lopen voor gemaakt. Dan kan je dus ook niet zeggen, ik stop dat erin. En dan past hij mooi strak aan. Krijg je een hele goede luchtziel. Dat hij mooi precies en accuraat schiet. En met pompguns kan je dat heel goed doen. Omdat het gewoon de manier waarop het werkt.
Kijk, en dit is een, zeg maar, een kleine versie. Van de FreeKit heb je trouwens tegenwoordig ook XL. Dan wil het zeggen, dan is hij echt een stuk langer. Nou, vroeger zeiden ze, dit is juist de ideale lengte. Nou willen ze nu de langere versie, want het is nog beter, zeggen ze dan. Ja, is dat een marketing scheme? Ik weet het niet. Want eigenlijk alle Super Airs hebben deze lengte. Dus waarom nou ineens een langere beter is? Ik weet het niet of het nou, hoeveel waarheid erin zit. Maar dit is zeg maar een kleine versie ervan. Die je gewoon achter een standaardloop kan schroeven. Dus dan heb je gewoon een klein stukje. Zodat dus in ieder geval net met een pompgun is dat wel mooi. Zorg dat je dus niet eruit kan rollen. Maar daarna is het gewoon een standaard loop. En dan kan je misschien zeggen van, oh, ik koop zo'n setje. Met een paar van die adapters voor verschillende lopen. En dan kan ik eigenlijk gewoon heel makkelijk op heel veel andere en bestaande lopen al zoiets ook toepassen. Dus dat is ook een optie. Dit is dan van Tekti. En dit is dan eigenlijk de Phantom Paintball versie ervan. Dat is eigenlijk een kopie ervan, maar hetzelfde systeem. Maar dat is wel iets om over na te denken met pompguns. Omdat anders die bal er makkelijk uit rolt. Plus je wilt, omdat je toch weinig schiet, zoveel mogelijk precisie halen uit die schoten. Maar nogmaals, als je dus gemixt gaat schieten. Dus, en met deze trouwens, ik ga alle kanten op. Met deze kan je trouwens ook zo vaak wel zo'n buisje erop zetten. Al is het zelf geknutseld of zo, of niet. Ik heb nog eens gezien, je hebt een 3D geprint dat je er gewoon 4 van die buizen in kan steken. Van plastic gewoon. En dan kan je het omschakelen, zeg maar, roteren per magazijn die je wel gebruikt. Ja, hier, ik heb toevallig nog liggen. Het is niet door mij ontworpen, door iemand anders. En dan zeg maar dat je er dan van die plastic buizen in zet. Alleen dan bijna gewoon van plastic namelijk, niet van ijzer. En dan met balletjes. En dan kan je hem gewoon draaien per keer. Als je afviert trouwens van de onderste. Afviert van de onderste. En als die onderste ballen dus allemaal op zijn, dan wist je waarom. En dan pak je de volgende. En dat is een manier om vrij vlot toch eigenlijk. En dan ondertussen kan je natuurlijk die andere buisjes weer vervangen. En zo kan je er dus best rap door blijven schieten. Maar toch maar die buisjes gebruiken. Dus je ziet wel met 3D printers en zo kan je gewoon van allerlei adaptertjes maken. Of je zo'n buisje kan pakken als je gewoon zo'n buisje doet. Als het er niet al standaard bij zit. Bij de Empire Sniper zit er bijvoorbeeld zo'n buis bij. Ze zijn luchtzuiniger natuurlijk. Want pompguns hoeven geen lucht te gebruiken om een systeem te cyclen, zeg maar, een bolt. Dat hoeft hij niet te doen, maar hoeft alleen maar lucht te blazen om de bal eruit te blazen. Is het super veel zuiniger en stiller en dat soort dingetjes. Dat ligt heel erg aan per model. Dit model bijvoorbeeld heeft geen gaten in de loop zitten. En het is een hele snelle explosieve knal die hij maakt. Waardoor dit echt een kanon is als die schiet. Die mensen merken echt als dit ding geschoten wordt. Kan ook dus heel veel zijn door de loop. Maar als je dus zo'n sub-air loop hebt met heel veel van die gaten erin. Dat dempt ontzettend veel het geluid. Dus dan kan het echt wel een stuk stiller zijn. Is het per se een doorslaande reden waarom je zou winnen of dat soort dingen. Ja, lijkt me sterk als je gemixt speelt. Maar bedoel, het vergt wel meer skills in verhouding om goed te zijn met een pompgun tegen andere tegenstanders dan natuurlijk sem je uit de maat. Je maakt het wel makkelijker. Maar ik moet wel zeggen, als je zo eentje zou hebben, misschien, en dan met een grote hopper, dat dan misschien toch wel handiger is als bijvoorbeeld MacFat met beperkt aantal magazijnen en dat soort dingen. Al zijn die dan wel semi uit de maat. Het is een beetje, denk ik, een strijd van, ja, wat is nou beter? Dat je nou juist elke keer moet pompen, maar je hebt wel gewoon de aantal kogels. Al word je dat natuurlijk op een gegeven moment ook al moe. Als jij heel veel mensen heel lang tegen moet blijven houden en blijft maar pompen. Van, hey, kom jongens, kom de versterking nou eens. Dan kunnen ze me aflossen of zo. Dat is iets om op te overwegen. Maar ja, net als MacFat. En dit is gewoon ook weer natuurlijk een eigenlijke subcategorie binnen paintball. Het leukste is als je het met elkaar die hobby deelt. En dan samen eigenlijk gewoon zeggen, we gaan een dagje pumpmarkers spelen. En lekker oldschool, zoals het vroeger was. Paintballen. Maar uiteraard, het kan ook gemixt. Maar
Je kan verhalen horen op het internet. Dat is waarom ik het een beetje probeer juist weg te praten. Er zijn van die verhalen op het internet van ja, die heeft een pommark en hij is uber legend, dan kan iedereen verslaan en zo. Dat vergt ook wel ervaring, zeg maar. Het is niet van, omdat dit ding een beetje accurater is, zeg maar, dan een super of zo. Dat je daardoor ook dan daardoor wint of zo. Er komen heel veel meer bij kijken dan alleen wat die marker aan pluspunten biedt. Ten opzichte van een andere. Want je levert natuurlijk ook wel weer heel veel snelheid in. En het feit dat jij elke keer moet bewegen, moet pompen voor jij kan schieten, betekent dus ook dat je, dat misschien een trilling in je loop veroorzaakt. Maar denk er ook over na. Stel dat je nou een heel raar hoekje hebt waar je moet gaan schieten. Nou kan ik mijn loop onder iets douwen. En mijn marker. En zeggen van ik kan het zo wel zien en dan schiet ik zomaar even. Dat gaat niet met een pomp, want je moet die hand er nog steeds bij kunnen hebben om dat ding te pompen, zeg maar. Dat zijn natuurlijk niet de dingen correcte houdingen, maar dat ga je ook niet altijd meemaken. Soms heb je gewoon een plaats en je zegt van ja, dat is gewoon lastig. En als ik hem nou gewoon mijn arm even strek en ik kijk gewoon dan achter mijn marker en ik ga dan schieten, dan kan ik hem wel mooi raak schieten. En dat zijn dus weer dingetjes die je inlevert. Als je natuurlijk een handmatige actie moet doen, of dat nou pomp is of bolt actie moet doen, dan moet je daar wel bij kunnen. Als die bolt actie aan de rechterkant zit en je draait je marker zo plat. En als je ja, mijn MacFat kan, dan mijn hoppers moet je dat sowieso al niet doen. Maar dan is het van ah shit, dan kan ik mijn hand niet meer bij. Dan zit hij in de hand in het zand te graaien ofzo, ik zeg maar wat. En nou ik dat toch zeg van kantelen, als je dikke rare moves wilt doen, dan is natuurlijk iets met een veerdruk handiger. Want die veer die viert het toch al, of je naar ondersteboven schiet of recht en dingen, of achter een dingen, dat maakt die veer niet uit. Als je natuurlijk met die zwaartekracht dingetjes werkt, dan moet je hem dus altijd, als je pompt, even naar boven doen. Of naar onder, ligt eraan hoe je dat ding zet, als die zo staat. Dan moet je hem dus altijd lopen omlaag. Dus dan moet je wel echt met die free kit ook werken. Anders lopen de ballen er gewoon uit. En dan pomp je. En dan moet je schieten. Dus dat wil ik zeggen dat je de hele tijd weer uit je positie moet. Of omhoog. Met een hopper hoeft dat natuurlijk dan niet. Want die hopper die duwt er wel aan. Zeker als je elektrohopper hebt. Kan je er wel vertrouwen dat hij het gewoon schiet. Maar natuurlijk die rare moves dat ik zei van nou die je bijna nooit maakt of zou moeten maken. Maar als je zegt van ja zo en dan kan ik net onder die auto doorschieten en hij kan me zo helemaal niet zien. Of onder een helikopter door bij zo'n os. Als je zulke houdingen moet houden omdat je zelf gewoon niet fatsoenlijk naast me zit, want dan kunnen ze je raak schieten. Dan gaat dus met de hoppen niet, want dan valt die bal er niet meer in. Dus hou daar wel rekening mee, want dan zie je ook wel eens hoop doen dat het niet nodig is. Dan rennen ze en dan gaan ze zo lopen rennen. Die ballen vallen er niet in, dus je schiet gewoon niks. Dus als het niet hoeft, hou het altijd naar alle tijden op zijn minst een beetje zo. En niet zo en dat soort dingen. Kijk, terwijl het is aan je MacFat doet, dan kan je gangster doen al wat je wil, want daar heb je die veer voor. Dan mag dat, maar anders heeft dat gewoon geen zin. En dan moet je het eraf vragen, als je dat gewoon doet voor de fun allemaal, zo richten is al moeilijk zat en dat trainen dat je heel goed kan. Als je dan nog eens deze tactieken bij gaat pakken, hoe weet ik nou godsnaam waar ik naar richt dan? Want ik kan mijn loopshow niet meer zien, ik kijk nou naar jou en dan moet ik maar even zo van, oh ja zo en dan zal die wel raak zijn of zo. Dus je maakt het je eigenlijk alleen maar moeilijker als je van die rare moves erbij doet. Dan moet je al mee oefenen van hoe schiet ik dan vanaf de hart zo. Oké, vanaf de hart schieten. En vanaf de gesp of zo. Dat zijn van die rare moves van. Dat moet je allemaal weer leren dan. Dus hou het beperkt. Dus hij heeft een hele rare situatie. Die zei, ja, anders gaat het niet. Anders schiet hij mij van boven of neer. Ik zal die smicht dus hebben. Ik ga hem zo pakken. Dat verwacht hij niet. En daar is een reden voor. Omdat het niet de lekkerste schietpositie is. Maar dan heb je even een andere keus. Ik denk dat het zo wel is. Want dan brabbel ik veel slang door. En nee, er komt geen boogfilmpje, want er is maar één merk boog, maar dan worden ze niet meer gemaakt en dat valt onder pompguns. Dus als er ooit een keer een
pump-only game gaan doen, dan mag de Aero Gun ook gewoon komen. Trouwens, laat ik toch nog even uitwijken. Er zijn ook pomp MagFed markers. En natuurlijk uiteraard als je er een magazijn adapter op zet, dan heb je al heel gauw eentje. Maar je hebt ook legit MagFed pump markers. Dus dan mag je in beide games meedoen. Nee, ik bedoel, dat is of je nou dit onderhand kan ook een magazijntje noemen. Alleen dan meer strippenclip omdat je er een tenruimtype op zet om bij te vullen. Maar dat heb je dus ook. Mocht je echt zeggen van ik vind een hopper niet leuk en zo'n buisdingetje is niet leuk. Al moet ik wel zeggen, dit vind ik wel langzamer laden als een magazijn. Maar het voordeel is wel de instapkosten om mee te beginnen is veel goedkoper. Die tenruimtypes zijn heel goedkoop om te kopen. Bleken magazijnen. Dus je kan ook heel veel meenemen. Je kan het gewoon in een tas. En als je er af en toe een paar verliest. Ja, oké, jammer dan. Weet je wel. Het is maar een paar euro. Bleken magazijn wat al gauw 20 euro kost. Of soms duurder zelfs. En dan zit je echt van shit. Dan liggen een halve doos paint ergens op het veld te slingeren. Dat wil ik weer terug hebben. Terwijl met een paar euro tenrotypes. Als je een heel goed event hebt gehad. En je zegt, ik ben er een paar kwijtgeraakt. Ja, jammer dan, weet je wel. Maar dat is iets om over na te denken ook als je dat doet vergeleken met magazijnen. Maar die levert er wel op in de snelheid. Want je moet dit naar achterhalen, dan een knopje overhalen die op de goede stand moet draaien. Dan zet je die tender aan, moet je dus pakken, een dopper af. Zet hem erop, dan vul je hem door te schudden. Dan is het van oké, dan de tender aan wegdoen. Dan moet dat deurtje eerst dicht, want anders dan vliegt alles eruit. Dus dan moet je wel goed een deurtje moet dicht. En dan kan je hem naar voren laten gaan. Als je dus daar een fout hebt gemaakt, dan gaat het herladen niet goed. Als er nog een paar pins in de feedneck ding zit, dan kan het zijn dat je de deur nog niet open kan zetten. Dus dan moet je toch nog een keertje schieten om dan de kamer leeg te hebben, zodat het deurtje open kan. Anders blokkeert hij de boel. Dan kan je zelfs een paintball breken. Dus heb je vuilheid in je marker. Dus je hoort wel. Als je dat doet. Het is wel een beetje oefenen. Want je moet een paar dingen doen. Maar als je onder stress wat vergeet. Dan schiet er gewoon hilarisch. In een zekere zin. Alle painten zo. Hoppakee. Zo van boven of uit. En dan is het wel. Ik moet weer opnieuw beginnen. Dus als je dat dan onder stress hebt. Dat die mensen binnen willen vallen in een gebouw. En jij staat dat te klooien met zo'n ding. En dan na 10 schoten moet je het weer doen. En dat had je dus. Je had ook kunnen MacVetten. Dan zit je wel van holy fuck, weet je wel. Ik zou er anders wel even beelden van laten zien. Dat je snapt wat ik nou bedoel. Misschien maak ik het nog complexer dan het eigenlijk is. Dat ik het zo uitleg. Maar dat is onder stress wel een gedoe. Terwijl met een magazijn stuur ik magazijn eruit, ander magazijn erin. En technisch gezien ben je klaar. Dus. Dat kan ook wel leuk zijn met die MacFed adapters. Ik heb er eigenlijk niet zo heel erg over gehad. Maar met pompguns werkt het ook heel leuk. Want het wordt door die veer aangevoerd. Schiet toch niet super veel. Dus een paar magazijntjes is op zich al goed. Natuurlijk heb ik moeite met de goede vinden. En vind ik nou denk ik de meest rare van allemaal. Maar hij kan iets verder. Maar ik heb niet zo zin om dat allemaal te doen. Maar dan heb je gewoon het idee van, heb je je pompmarker, je schuift er een magazijn in en je kan weer aan de gang. En je haalt hem weer eruit, dan pak je een andere en dan kan je weer verder schieten, zeg maar. Dus, en deze, ook al is je hoog, hij is wel heel smal, dus je kan hem best wel makkelijk wegdraaien steeds. En dan kan je dus dat pompen doen en je pakt hem weer eruit. Maar uiteraard, je hebt er meerdere modellen van dat je plat ligt en dat soort dingen. Dus dan kan je dus ook deze in een MacFed marker veranderen, dat het gewoon met magazijnen werkt in plaats van tenderhand tubes. Mocht je het ook al hebben, dan is dat misschien sowieso wel leuk. En als je met MacFed game, dan kunnen ze helemaal niet klagen dat je dingen speelt met een pumpgun. Want je hebt letterlijk een MacFed en pumpgun, dus er valt niks mee te klagen. Maar ik moet ook wel zeggen, het versnelt het te laden ook wel. Nou, het is gewoon duurder mee naar aanschaf. Dat is gewoon het nadeel ervan. Maar of je nou een elektrohopper koopt en een partij magazijnen. Dat staat ook een beetje gelijk. En dan kan het argument zijn. Met deze dan staat het op zich wel, zo'n model. Met zo eentje dan is het een beetje erg groot allemaal. Dat je zegt van,
Ah, moet ik zeggen, met die deze zijn elektro-oppensteroids zijn veel lager van model dan die vroeger waren. Dus op zich ziet het er tegenwoordig allemaal wel mooier uit als vroeger was. Maar